Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op Tina TV. Wij zijn Tess, Mienke, Noah en Joya en je kent het van het Junior Song Festival. Ons kun je kennen van Moves en ons van Six Times en vandaag nemen wij het tegen elkaar op. We gaan vandaag kerstoutfits voor elkaar shoppen hier bij We Fashion Kids. Ik ga voor Mienke shoppen en Mienke voor mij en Noah en Joya shoppen voor elkaar. En aan het einde mogen jullie bepalen wie dat het beste heeft gedaan. Doe alvast even een duimpje omhoog en abonneer even op Tina TV. En dan kunnen we beginnen! Yes. Wij gaan nu even met z'n drieën naar de paskamer, zodat we niet kunnen zien wat Tess voor mij shopt. Dus, let's go! Ja. Yes! Ik mag beginnen en ik ga voor Mienke een outfit shoppen, waarin ze gewoon lekker op de bank een kerstfilm kan kijken met haar vriendinnen. Maar ze moeten er nog wel een beetje leuk uitzien. Oké, dit zijn allemaal jurkjes. Wel hele leuke jurkjes, by the way. Maar dat is denk ik niet zo handig als je op de bank een kerstfilm aan het kijken bent in een jurkje. Dat is geen goede optie, denk ik. Oeh, deze vind ik ook heel leuk. Dat vind ik echt een hele leuke trui. Ik denk dat dit hem wordt. Dit wordt hem. Oké, en nu moeten we dus nog iets erbij gaan zoeken voor de onder. Oké, jongens, ik heb echt een hele leuke broek gezien. Die moeten we even pakken. Wacht. Ik kan er niet bij. Deze rode flare broek vind ik echt heel erg leuk. Oké, even bij de accessoires kijken. Mienke heeft 2 gaatjes en die vindt Orbella heel erg leuk, dus we gaan even kijken. Oké, jongens, het worden denk ik deze. Ik had nog een vraagje voor jullie, want hoeveel kerstfilms hebben jullie dit jaar al gezien? Laat het even weten in de poll. Oké, jongens, ik ben nu dus klaar. Ik ga nu naar Mienke lopen en naar de andere meisjes. Nou, ik ben aan de beurt. Oeh, dit is wel leuk, jongens. Kijk, het is een beetje dat suède. Ik vind dat Tess een beetje een glittermeisje is. Dat vind ik zelf. Ah, kijk. Kijk. Nou, dit is dus een beetje... Ik weet niet of je het goed kan zien op camera. Jongens, kijk even. Oeh, deze is wel leuk. Deze is wel echt leuk. Maar ik denk dat... Je hebt hier van die leren rokjes. Dit is wel echt leuk. Wacht, misschien kan ik dat doen. Zo, dit. Dit kan het wel, toch? Want ik moet namelijk iets uitzoeken voor een kerstfeest op Tessa's school. Oké, we hebben nu een rokje en een truitje. Maar ik denk dat we ook nog wel hele leuke sieraden kunnen uitzoeken. Oeps. Met veertjes. Je hebt hier van deze zwarte haarbanden. Dat is ook een beetje suède. Hey, kijk. Wacht, dit past echt. Dit past echt best wel leuk hierbij. Kijk. Oké, ik ben nu klaar met de outfit samenstellen. Dus ik ga nu de camera aan Joya geven. Want die gaat natuurlijk nu een outfit voor Noah uitzoeken. Joya, jij bent aan de beurt. Oh. Spannend. Ik moet even mijn paper nodig. Ik heb er net al wat leuke dingen gespot. Dus ik weet sowieso al waar ik ga kijken. Dit is ook leuk. Jongens, kijk dit. Oké, dit is dus een blauw jurkje. Met glittertjes erin. Dat is ook de maat. Dus die hou ik ook als optie. Wow. Jongens, kijk dit dan. Dit is echt te leuk. Oh, ik hoop echt dat Noah dit voor mij gaat uitzoeken. Dit vind ik echt te leuk. Maar het moet een outfit zijn waar ze met haar vriendinnen in kan chillen. Dus het moet niet te feestelijk zijn, maar wel een beetje dat het in het thema is. Dus ik denk dat ze dit leuk gaat vinden. Noah houdt heel veel van flarebroeken. Dus ik ga een flarebroek pakken. Kijk, iets met glitter. Nou, ik heb iets gevonden met glitter. Yes, ik heb er maat gevonden, jongens. Top. Misschien is het wel leuk om een van die hangoorbelletjes te doen. Ik vind deze oorbelletjes heel erg leuk. Deze met sterretjes. Nou, ik ben nu klaar met shoppen. En we gaan nu Noah halen, want Noah mag nu voor mij iets leuks uitzoeken. Nou, Noah, neem hem over. Oh nee. Zoek wel even iets leuks voor, oké? Ja, is goed. Ik ga het proberen. Nou, jongens, Joy heeft dus blijkbaar een outfit voor mij uitgekozen.
En nu moet ik dus gaan. Ik heb wel wat in mijn gedachten. Ik zag iets hangen en daarvan dacht ik wel, oh, dit is Joya, dit is Joya. Dit is echt, dit vindt Joya denk ik ook heel leuk. Maar misschien vind ik nog wel wat anders, want we zijn natuurlijk pas net een rondje gaan lopen. Dit vind ik ook, dit vond ik ook heel erg bij Joya passen. Zo'n zilver rokje. Maar ik denk dat ik dan toch wel voor deze ga. Ja, ze hebben de goede. Top. Dan hebben we dit jurkje voor Joya. En misschien dat ik nog wel wat sieraden erbij doe of zo. En ik zie deze blauwe, ja, soort van bandana. Ik weet niet hoe het heet, maar dit is heel leuk. En dan nog een riempje, want kijk, dat past heel leuk bij het jurkje. Het wordt allemaal heel heftig, dit. Maar een zilverkleurig riempje. Ik ben benieuwd of ze het leuk gaat vinden, maar ik denk het wel. Dus laten we naar het pasboekje gaan. Nou, Mienke en Noah, jullie outfits hangen daar zo. Dus we zijn benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus gaan jullie maar even kijken. Yes. Oh, die is echt cool. Ik hou van deze flarebroek. Ik weet dat Tess weet dat ik heel erg van flarebroeken hou. Oh, dit staat ook leuk. Die zit ook een beetje rood in. Dus het past heel erg leuk bij elkaar. Oh, er zitten zelfs oorbekjes bij. Sterretjes. Nou, ik ga het nu dus even passen en dan ga ik het aandoen. Oh, wat leuk. Ja, een flarebroek. Oh, dit vind ik heel leuk. Oh, superleuk. Ja, dit is echt mijn stijl. Dat is echt leuk. Oké, meiden, kom erbij. Tada! Super leuk. We zijn allebei de flarebroek. Het is echt leuk. We staan allebei zelf uitkiezen. Ja, de flarebroek wel echt heel leuk. Ja, de flarebroek vind ik echt heel leuk. En het shirtje past wel goed bij kerst ook. Ja. En ja, ik vind het gewoon een hele leuke trui. Die ja, het past. Is echt een leuke outfit. Ja! Voor cijfers zouden jullie aan elkaar geven? Ja. Aan elkaar. Ik zou aan jou, ik denk een 7,8. Ik zou aan jou. Ik denk ook een 5. Nee! Dus ik denk ook een 7,8. Hey. Nou. Goed cijfer. Ik ga het aandoen. Oké, waar moet ik even daar? Nee, dat is het jurkje dat ik wou. Noah, dit heb je echt goed gedaan. Dat is precies diegene die ik wou, hè? Dat jurkje. Ik wou echt heel graag. Oeh, dit is heel leuk. Nou, ik ga het maar even passen. Hier is Tess. En hier is Joya. Nou meiden, volgens mij zijn we helemaal klaar voor de kerst. Ja, mij ook. Laat even in de reacties weten welke outfit jij nou het leukst vond. En wil jij nou ook zo'n leuke outfit als dat wij hebben? Ga dan naar wefashion.com of naar de WeFashion winkel. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op Tina TV. Doei! Doei!